Waar zou dat ongeveer moeten zijn? Nou, we moeten even hier de pot komt. We moeten hier nog denk ik een stukje door, ja. Als ik het zo zie. Ja, dan hier rechts, zoiets. Dit dan denk ik. Ja. Kijken. Nou, die rij. Ja, ik vind het wel heel bizar dat je hebt... allemaal die boeken en dan al die hele rij met allemaal namen. Gewoon echt letterlijk gewoon de namen van de persoon. En dan in één keer een onbekende persoon, onbekend manspersoon, uit een gracht gevist. Dat doe je ook niet voor de lol om in de gracht te gaan liggen. Maar... en dan ook nog eens dezelfde, echt de periode dat we hem kwijt zijn. Ja, nou ja, het is geen enkel bewijs, hè, totdat DNA, zeg maar, iets definitief bewijst. Maar het is natuurlijk wel een merkwaardige... dat vult het wel zo gezegd in. Ja. Het is een soort van aanname, maar wel een hele opvallende aanname. Ja, wat zouden we nu kunnen doen? Wat is nu de... Nou, er is natuurlijk inderdaad de officiële instantie die de berging van de oorlogslijken ter hand kan nemen. Dus we zouden ons licht kunnen opsteken. En dan zullen ze vermoedelijk toch eerst eens moeten gaan navragen bij hun collega's in Duitsland. Ja, want je hebt DNA nodig om iets te kunnen bewijzen. Dus dan heb je weer... Nou ja, en dat is een beetje wat ik net bedoel te zeggen. Je hebt dus nog helemaal nergens bewijs voor, maar we hebben natuurlijk wel een opvallend aanknopingspunt. We staan hier mogelijk voor de plaats waar ooit een oorlogsmisdadiger heeft gelegen. Toch heeft dat wel iets raars, niet? Zijn we al dichtbij? Of toch niet? Dit is de verdwenen SS'er. Een podcast waarin we proberen te achterhalen wat er na de oorlog is gebeurd met Walter Heinrich. Oorlogsmisdadiger, massamoordenaar en grondlegger van een van de gruwelijkste concentratiekampen in Nederland. Hij verdwijnt in de laatste maanden van de oorlog. Onvindbaar. Spoorloos. Mijn naam is Jordi Hubers en samen met Floris van Dijk ga ik op onderzoek uit. Op zoek naar een onbestrafte oorlogsmisdadiger. Aflevering 6. Dichtbij. Oké, hoe nu verder? Eerst maar eens zeker weten of dit verhaal echt klopt. Maar hoe doen we dat? Want strikt genomen is dit nog niks. Een goed verhaal. Een familieverhaal, een plausibel verhaal. Maar nul bewijs. Floris zoekt contact met de Berging Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht... De BIDKL bestaat sinds 1945 en is verantwoordelijk voor het opsporen, bergen en identificeren van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat zowel om militairen als burgers. De dienst wil oorlogsslachtoffers een naam geven en hun families informeren. Floris legt het hele verhaal uit aan de BIDKL. Nu moeten jullie weten dat deze dienst veel te doen heeft. Want in het onderzoeken van één case gaat gewoon veel tijd zitten. Het gaat ook om iets heel kostbaars natuurlijk. Maar ze vinden dit verhaal ook plausibel klinken. Ze vinden het interessant en ze gaan er een bericht naar Duitsland aan wagen. Na 6 maanden zoeken ben ik wellicht niet meer in staat om objectief hiernaar te kijken. Maar als deze dienst zegt, goh, daar gaan we wat mee doen, dan zegt dat wel iets. Het stemt ons tevreden, maar we zeiden het al. Je hebt een lijk nodig en DNA om het zeker te weten. En beide wordt gewoon heel erg lastig. Er zijn geen overlevenden, naar wij weten. En waar ouders, broer, vrouw zijn gebleven, hebben we ook geen enkele aanwijzing voor. En dan eventueel het lijk van Heinrich. Die graven zijn al geruimd, dus ook dat is bijna een kansloos verhaal. En daarom krijgen we een paar weken later al bericht van het BIDKL dat zij ons niet verder kunnen helpen voorlopig. Ondertussen zijn we in Natzweiler-Struthof. Het beruchte Nacht- und Nebelkamp waar Walter Heinrich een grote rol had in de deportatie van de 600 Nederlandse verzetsmensen. Omdat hij bepaalde welke Nederlanders naar dit vreselijke kamp moesten. Een kamp waar in totaal 52.000 mensen hebben vastgezeten en 22.000 mensen het leven lieten. Nazaten van Nederlandse en Noorse gedeporteerden nemen elk jaar deel aan een fakkelwacht in kamp Natzweiler-Struthof. En het herdenkingsweekend wordt afgesloten met een herdenkingsceremonie voor de helden en martelaren van de deportatie. Omdat er 600 Nederlanders vanuit voornamelijk kamp Amersfoort zijn gedeporteerd, heeft Floris een speech gehouden.
En daarin vertelt hij over onze ontdekking dat Walter Heinrich degene is die vanuit Nederland 600 Nederlandse verzetsmensen naar Natzweiler heeft gestuurd. Een aantal Nederlandse nabestaanden is erg aangeslagen door deze informatie. Er is nu een hoofddader bekend. Walter Heinrich is niet alleen de hoofddader van kamp Amersfoort en alle verschrikkingen die er plaatsvonden tot 1943. Hij selecteerde ook uit Nederlandse verzetsmensen die naar Natzweiler gestuurd moesten worden. Van de 600 verzetsmensen is de helft vermoord. Dat betekent dat hij direct verantwoordelijk is voor de dood van tenminste 625 mensen. Wat dit nieuws betekent vragen we aan Marjolein de Loos van het Internationaal Natzweiler Comité. Hoe is dat binnengekomen en hoe is dat binnengekomen bij jou? Want jij bent ook een nabestaande eigenlijk. Ja, ik was natuurlijk verschrikkelijk geschokt dat ik dat zomaar ineens hoorde. Het was eigenlijk, ik belde Floris en hij zei, weet je wat ik nou ontdekt heb? Ik rij net uit Amsterdam weg. Bij het NIOD heb ik ontdekt wie verantwoordelijk is voor de transporten van de nachtvoetnebelgevangenen. Ja. Ja. Schokkend. Ja, want de kans zou eigenlijk nog wel eens aanwezig kunnen zijn dat jouw vader bij op het transport heeft gezeten waar Heinrich ook op heeft gezeten. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Wat denk je dan? Je kunt het je niet voorstellen. Nee. Wat was Natzweiler voor een plek? Want het is in de volksmond en in de gedachten van mensen gaan alle concentratiekampen eigenlijk op één hoop. Maar je kunt ze eigenlijk ook weer niet met elkaar vergelijken. En zeker niet nacht- en nebelkampen. Nou, om te beginnen, Natzweiler is een volledig onbekend kamp. Natzweiler is nooit bevrijd geweest. Dus men kent het niet. Men kent Dachau, men kent Neuengamme, men kent Sachsenhausen, men kent Auschwitz. Ja. Maar Natzweiler bestaat niet in de herinnering van de mensen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk weet men het niet. Nee. En ik denk dat het toch aan ligt dat het kamp nooit bevrijd is geweest. Maar het is ontruimd in september 1944. Waarom is het voor nabestaanden belangrijk om te weten wie verantwoordelijk is hiervoor? En dus vanuit Nederland is Heinrich eigenlijk degene die verantwoordelijk is voor het feit dat mensen überhaupt naar Natzweiler gestuurd werden. Ik denk dat voor de nabestaanden wel belangrijk is om te weten waarom hun voorouder afgevoerd, vermoord is. In naam van een misdadig regime. Ja. Dat is belangrijk. En wij weten niks. Onze vaders en onze grootvaders en alle anderen, die hebben natuurlijk niet gepraat. Want dat was veel te heftig voor ze. Ook al vinden we de uitkomst niet wat er met Heinrich daadwerkelijk is gebeurd, we hebben wel de ware aard van deze man naar boven gehaald met deze podcast. We hebben een onbekende oorlogsmisdadiger een gezicht gegeven. Voor wat betreft onze zoektocht, we hebben een plausibel verhaal te pakken, denken we. Maar zonder lijk en DNA is het lastig. En dus wilden we eigenlijk hier stoppen met de podcast. Ik had een mooi stukje geschreven over toeval. Het toeval van dokter Zuroff en over het toeval dat we Werner op ons pad hebben gevonden. En de kruimels die we aan het onbekende levensverhaal van Walter Heinrich hebben toegevoegd. En dan? Dan mailt Bremen terug. Het staatsarchief in Bremen mailt 4 PDF-bestanden met daarin van allerlei documenten. Mijn vraag was, wat is de bron van verschollen seit februari 1945? Hoe weet de officier van justitie dat? Floris en ik hebben afgesproken om samen door de documenten te gaan. 2 zien namelijk meer dan 1. Heinrich, een rood kruisdrager. Ik weet niet of dat wat zegt. Hier, kijk, Valkenberg staat er ook. Ja. Maar dat is dan doorgekrast en Mislovic. Ja, daar ging het dus bij anderen. Ook fout, hè? Ja, omdat hij dus in de Valkenberger Strasse heeft gewoond. Seit februari verschollen, staat er ook. Ja. Staatspolizei Oppeln. Deutsche Dienststelle. Kijken wat dit allemaal is, hoor. Urgent. Kijk, dit is dus inderdaad zijn eigen door hemzelf geschreven levenslauf, die dus in zijn zesdossier zit. Die kennen we. Ja. Dit is een verklaring dus van zijn vrouw. Ja, Johanna Heinrich. Ehevrouw Johanna Heinrich. Ja. En hier staat, want hier een routine überprüfung. Ja, Anspruchs voor Aussetzungen, erklärte Frau H. 1965. Dus zij heeft waarschijnlijk als ik het hier zo zie, een weduwe wezenpensioen. En moet dan een verklaring afleggen om die te behouden. En
dan is dus de vraag, je man is verschollen. De bron van verschollen seit februari 1945 is de vrouw van Walter Heinrich, Johanna Heinrich. In aflevering 1 noemde ik haar bij haar meisjesnaam, Johanna Prietslaff. We hebben documenten onder ogen gekregen waarin meerdere instanties in de jaren 60 met elkaar corresponderen over of Walter Heinrich wel tot een militaire eenheid hoorde, of hij dus wel als militair gezien mag worden en of nabestaanden dus wel recht hebben op de hinterblijvendenrente. In 1965 wordt Johanna Heinrich bij een routinegesprek met de verzorgingsambt ondervraagd over wat zij weet van haar man en of er nog nieuwe info aan toe te voegen is. Ja, dus zij moet voor het behoud van haar uitkering moet zij verklaren wat is er eigenlijk met je man gebeurd, wat weet jij? En dan zegt zij hier, er war in dieser Zeit Angehörige einer Polizeieinheit und vor übergehend in Karlsbad stationiert. Kijk. Karlsbad. Dus zij zegt, het laatste wat ik van hem heb geweten, is dat hij inderdaad februari 45 heb ik het laatste Lebenszeichen, het laatste levensteken van hem gehad. En toen was hij overgeplaatst naar Karlsbad in Tsjechië. Nou, Karlsbad, ja. Jij weet dat beter dan ik. Was dat het, zeg maar, het soort oostfront? Of hoe moet ik dat zien? Strikt genomen niet echt oostfront. Want bij mijn weten is die stad door de Amerikanen bevrijd. Maar dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Omdat ze daar in elk geval is daar wel hard gevochten. Jeetje. Dus dat gaat dus andere kant op. Dit gaat, ja, nee, nu krijgen we dus een heel ander scenario. Echt heel anders. Hij zei ze dus, zegt zijn vrouw. In elk geval, die verklaart hij dus. Ze zet ook de handtekening. En ook nog trouwens een clausule staat eronder dat ze weet dat ze strafrechtelijk vervolgd wordt. Als ze de waarheid niet spreekt. Ja, en ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik me afvraag, wat is de reden om de waarheid niet te vertellen als je een uitkering wil behouden? Dus ik bedoel, hoe komt ze aan Karlsbad? Dus dit is echt een volstrekt andere route, zeg maar, ander scenario dan dat we van Werner hoorden. Maar ja. Dit is natuurlijk ook wel weer spectaculair. En die beide kinderen. Kijk. Okay. En daar staat een stad achter, in het zuiden van Duitsland, waar ze dan dus op dat moment blijkbaar woonden. Maar beide kinderen? Ja. Heeft hij dus in de oorlog kinderen gekregen. Want voor de oorlog in dat SS-dossier was hij nog kinderloos. Interessant. Bij ons waren geen kinderen bekend. In zijn SS-dossier zitten veel handgeschreven personalia van hem. En nu staat er ineens dat hij wel kinderen heeft. Want, even kijken hoor, want sowieso ook, daar moeten we zo even over doorgaan. Want er staat beide kinderen. Dus dat is ook even iets waar we op door moeten. Maar zeker, kinderen en dus inderdaad naar Karlsbad. En ze zegt dan ook hier, daarna zei dem is mir eine andere Nachricht von dem Leben meines Ehemannes nicht mehr zugegangen. Dus ze heeft daarna nooit meer iets van hem gehoord. Maar wacht even, want dan het zelfmoordverhaal waar we nu op zijn gestuurd. Dat de moeder van Werner naar Duitsland gaat, dat staat als een paal boven water. Want zij ontmoet de vader van Werner daar. Dus zij is met een reden naar Duitsland gegaan. En dat zij een relatie heeft gehad met Walter Heinrich, dat verzin je ook niet voor je lol. Dus dat is allemaal, dat klopt nog. Dus zij staat voor een deur bij de ouders van Heinrich. En die beweren, hij is overleden, hij is hier niet, zelfmoordje kan hier niet blijven. Ja. Nou, dat hebben we naar vermogen dat spoor uitgelopen. En dus zelfs mogelijk nog een graf waar die mogelijk begraven zou zijn. Maar dat was dus 10 jaar na het eind van de oorlog alweer geruimd. Ja, maar dit is het. Kijk, en dat is natuurlijk een verhaal uit de familie. Ja, en zeker wel een geloofwaardig verhaal. Maar dit is natuurlijk ook geloofwaardig. En zij heeft natuurlijk gewoon echt wel een belang om haar uitkering te behouden. Dus waarvoor zou ze hierover liegen? Hoe komt ze nou in één keer met Karlsbad? Maar dit is echt een heel interessant document. Hè? Dat zijn echtgenoten dus verklaart. Ja. Dat zij alleen maar weten in februari 1945 dat hij in Karlsbad zat in Tsjechië. Oké, nou, zullen we vanaf het begin af aan weer beginnen, Floris? We werken aan de winkel. We duiken de archieven in, we speuren het internet af. We hebben ineens weer veel uit te zoeken. Kinderen, Karlsbad. We lezen alle documenten van Heinrich nog eens door. En inderdaad zeg, op een militair bevorderingsformulier uit 1944... zien we in een hoekje met de hand geschreven bij Kinder... dat hij in 1943 een dochter heeft gekregen...
en in 1944 een zoon. Zij kunnen dus nog in leven zijn, want ze zijn 79 en 78 jaar. In het document waarin Johanna Heinrich een verklaring aflegt, staat een adres waar ze op dat moment, 1965, wonen. Een uurtje rijden ten noorden van Stuttgart. We mailen ons verzoek naar deze gemeente of ze kunnen helpen met het traceren van een meisje en een jongen uit 1943 en 1944. Geboorteplaats en naam onbekend. Maar vermoedelijk is de geboorteplaats gelijk aan het woonadres eind 1944. Want die staat ook in het document. Namelijk Oppeln, plaats waar Heinrich voor de oorlog al werkte als gemeenteambtenaar. Karlsbad dan. Floris duikt nogmaals het NIOD in. Zou het daadwerkelijk zo kunnen zijn dat Heinrich is overgeplaatst? Het is niet een gek idee. Zoals we al zeiden, Debner werd teruggeroepen naar Berlijn. Dus dat ze hem vanuit Den Haag elders nodig hadden, klinkt logisch. Maar we vinden hier niks over. In de tussentijd zoek ik naar informatie over Karlsbad. Ofwel Karlovy Vary, zoals Karlsbad in Tsjechië heet. Deze plaats in het westen van Tsjechië is in de laatste dagen van de oorlog een vreselijke plek geweest. Ik leg contact met historicus Jan Netvet van het Karlovy Vary Museum. Hij vertelt dat het SS-hoofdkwartier van die regio in Karlsbad zat. En in de directe omgeving zaten meerdere kampen. Een verzamelkamp voor Joden, werkkampen en ook een krijgsgevangenenkamp. Dus dat klinkt logisch. Als iemand als Walter Heinrich die richting opgestuurd wordt, dan zou dat wel een plek kunnen zijn. In april 1945 bombardeert de Amerikaanse luchtmacht Karlsbad 2 keer. Het aantal slachtoffers wordt alleen geschat vanwege de ontelbare vluchtelingen op dat moment. Karlsbad is bevrijd door de Amerikanen, maar wordt een paar dagen later overgedragen aan de Sovjettroepen. Zou Heinrich daar omgekomen kunnen zijn? En stel dat Heinrich daar is omgekomen in Karlsbad, is hij dan mogelijk begraven op de Duitse oorlogsbegraafplaats? Netvet kan daar geen betrouwbaar antwoord op geven. Hij zegt verder: we weten van verschillende massagraven, maar niemand weet precies wie hier begraven zijn. De materialen van de Karlovy Vary Gestapo hebben de oorlog niet overleefd. En als Walter Heinrich aan het einde van de oorlog daadwerkelijk in Karlovy Vary was, had hij in de handen van de Russen kunnen vallen. In welk geval hij in een gulag zou zijn beland. Ik denk dat er niemand is die je iets kan vertellen over begraven Duitse soldaten. Er is alleen het massagraf met oorlogsslachtoffers, maar die bevatten ook Sovjet-krijgsgevangenen. Ik duik weer het internet op. Ik lees over een Duitse oorlogsbegraafplaats in Karlovy Vary, waar zo'n 2100 Duitsers zouden moeten liggen. Er zijn diverse begraafplaatsarchieven gedigitaliseerd. Op de website volksbund.de is een Graberstätte-archief te vinden. Walter Heinrich met zijn geboortedatum is onvindbaar. En de hoeveelheid Walter Heinrichs? 130. Overleden ver voor en nog na de oorlog. En alles wat ertussenin zit. Je voelt toch dat je heel dichtbij bent en toch ook weer niet. De kinderen van Heinrich, zouden die niet gewoon moeten weten wat er met hun vader is gebeurd? We hebben alleen de achternamen Heinrich en Pritzlaff en de geboortedata van de kinderen. We richten ons op de plaatsen waar ze gewoond kunnen hebben. En ja, de gemeente waar de familie Heinrich in 1965 woont, mailt terug. We hebben een naam van de zoon. Een man die als tweede naam Walter heeft. Nou, dat kan toch niet missen, zou je zeggen. Geboren te Oppeln. Over de dochter vinden ze geen informatie. Hij zou in 1988 in een plaats in het midden van Duitsland zijn gaan wonen. Tja, of hij daar dan nog woont, weten we niet. Sterker nog, of hij nog leeft, weten we niet. Ik speur verder het internet af, naar Todesanzeigen, naar familieberichten. Maar ik vind geen overlijdensadvertentie van hem. Gunstig, wellicht leeft hij dus nog. We zoeken verder, een soort rabbit hole. We zijn avonden aan het speuren. Op Facebook vinden we wel 81 mannen met dezelfde naam. En in het telefoonboek van Duitsland vinden we 80 mensen met dezelfde naam. Plan B is gewoon deze mensen allemaal bellen. Maar dan krijgen we informatie binnen over de zoon van Heinrich. Hij leeft en we hebben een adres. En dus sturen we een officiële brief namens Nationaal Monumentkamp Amersfoort. Met het verzoek tot contact. En we sturen meer brieven. Maar we krijgen geen reactie. En dus sturen we een aangetekende brief.
We hebben nu meerdere opties doorlopen, eigenlijk gedurende de hele podcast. Er zijn een aantal opties die we als minder plausibel kunnen aanmerken. Maar die zijn nog steeds kunnen die gewoon hartstikke goed waar zijn. Jazeker. Er zijn denk ik wel twee opties die wel heel plausibel zijn. Maar laten we ze allemaal even... Want wat hebben we allemaal onderzocht? We hebben krijgsgevangenen onderzocht. Of die krijgsgevangenen is... Ja, we zijn op zoek gegaan. We zijn er even vanuit gegaan dat er één optie zou kunnen zijn... dat hij samen met, of net als zijn baas Erich Deppner... naar Berlijn is gestuurd. Hè, om daar de stad te helpen verdedigen. Begin 45. Ja. Nou, dan is de optie dat je daar bent gesneuveld. Want het ging daar natuurlijk, werd er hard gevochten. Maar een andere optie is ook dat hij krijgsgevangen zou zijn gemaakt. Net als Erich Deppner. Mm-hmm. Nou ja, in deze podcast zie je natuurlijk heel veel korte fragmenten van een paar seconden. Maar dit is dus een mooi voorbeeld inderdaad. Waar we echt avonden aan hebben zitten ploeteren de afgelopen maanden. Toch databases door zitten worstelen. Van Duitsers die Duitse militairen die door Russische rechtbanken zijn veroordeeld. Daar vonden we hem niet. Kan dus nog steeds, maar wij konden in elk geval niks vinden. Maar... Andere optie is natuurlijk dat hij in Duitsland is ondergedoken. Dat hij, dat was zeker de enige niet ook, die gewoon... Maar dan nam hij een valse naam aan, vrijwel zeker. Die kennen we dus niet. Maar... Dus we hebben wel gezocht of we iets konden vinden. Maar goed, dan heb je dus ook weer natuurlijk zijn alter ego naam nodig. Kennen we niet. En we konden dus ook geen Walter Heinrich onder zijn eigen naam vinden met die geboortedatum. Maar... Na oorlogs. Dan zou een andere optie kunnen zijn, en daar vonden we bijvoorbeeld die scheepslijst van naar Canada, naar een traditioneel immigratieland, zoals de Verenigde Staten, Australië of Canada. Dat was er niet, die we vonden. Ah. Nee, precies. Wel een Walter Heinrich voor de zoveelste keer, want we hebben er wel honderden gevonden, maar niet de goede. Als vierde optie zou je nog als een soort van bijna concreet spoortje, want het is wel super dun, dat stuk het verhaal van de voormalige bewaker van kamp Amersfoort. Ja. Dat hij mogelijk in São Paulo in Brazilië heeft gezeten. Dus dat hij naar Zuid-Amerika is ontkomen. Verhaal van één man. Hij heeft hem ook helemaal niet gezien. Hij heeft daar alleen drie mannen in een donkere ruimte gezien. En heeft toen na de hand bedacht, misschien was dat wel die of die. En bijvoorbeeld Walter Heinrich. Dus het blijft een dun verhaal. Ook daar hebben we dus gezocht. Ook weer heel veel avonden in bijvoorbeeld de... begraafplaatsen rond São Paulo. Maar in ieder geval niemand gevonden met deze personalia, Walter Heinrich. Ja, dan hebben we natuurlijk als vijfde het spectaculaire verhaal wat binnen de familie eigenlijk zeg maar is verteld en wat naar voren kwam. Ja. Het verhaal van Werner. En dat is een hele bijzondere, omdat hij zelfmoord zou hebben gepleegd. Ja. En in Nederland begraven zou zijn. Nou, die optie die hebben we natuurlijk ook uitvoerig zitten doorakkeren. Nogal. Zelfs een potentiële plek gevonden waar die mogelijk begraven zou zijn geweest. Maar dat is dus 10 jaar na het einde van de oorlog is die plek alweer geruimd. Ook nog een instantie aangeschreven, Bitcoin. Ja. Maar ja, dat... Ja. Ook die hebben weer verificaties gedaan in Duitsland. Maar uiteindelijk, ja... Men, ook daar, dat spoor liep dus ook gewoon dood. Dus een zeker niet ongeloofwaardig verhaal binnen de familie. Maar dat was hem. Ja, daar konden we dus verder eigenlijk ook geen hard bewijs voor leveren. Nee. En nu als zesde optie een volkomen andere. Uit een zeker ook wel betrouwbaar te achterbron wat mij betreft. Zijn eigen vrouw verklaart dus in 1965 in het kader van het behoud van haar uitkering. Het laatste wat ik in februari 1945 van mijn man heb vernomen... was dat hij dus inderdaad bij een politieeenheid in Karlsbad in Tsjechië was gelegerd. En daarna heb ik nooit meer wat van hem gehoord. Nee. Maar met name die laatste twee, die hebben iets plausibels. Ja. Alleen, ze hebben ook allebei iets waarvan je denkt, hè? Want aan de ene kant het zelfmoordverhaal, dat is A, rare timing. Ja. B... We hebben geen lijk, we hebben geen DNA, dus het kan, maar het is gewoon een familieverhaal, zoals jij ook al zegt. Ja. En aan de andere kant, Karlsbad, dat is een verhaal die naar eer en geweten is opgetekend uit de mond van vrouw Heinrich. Echter, het kan gewoon nog steeds zo zijn dat man lief aan vrouw laat weten dat hij naar Karlsbad moet en dat hij in Nederland zelfmoord pleegt. Dat is gewoon niet uitgesloten. Dus nee. dat kan nog steeds. Dat kan nog steeds. En sowieso, stel dat hij wel naar Karlsbad is gezonden, dan heb je een probleem.
Omdat zeker in die laatste maanden van de oorlog is in dat soort, op dat soort plekken, hè, dus ja, echt in Tsjechië, Hongarije, daar heb je echt begraafplaatsen met duizenden anonieme SS'ers. Dus daar, daar loop je ook weer tegen een enorme beperking aan. Stel dat het verhaal Carlsbad waar is, waarom zou het ook niet waar zijn? Maar de kans dat je hem dan daar nog, zoals je weet hebben we ook daar alweer avonden in werk in zitten. De vraag der vragen die wij wilden beantwoorden, wat is er met hem gebeurd? Die kunnen we nog steeds niet hard beantwoorden. Op dit moment niet. Nee, maar we hebben natuurlijk nog steeds gewoon een lijntje lopen richting Duitsland. Tenminste, dat hopen we. We proberen een lijntje. We proberen contact te leggen met de zoon van Walter Heinrich. We hebben een adres. En ik heb vanochtend dus een behoorlijk aantal telefoontjes gewaagd aan buren. Want we hebben dus al brieven gestuurd. Die worden niet beantwoord. Met het beleefde en vriendelijke verzoek om contact te zoeken. En ik heb dus buren gebeld. En bedrijven wat op hetzelfde adres gevestigd is. Allemaal kennen ze de man niet. Dus, ze kennen de man niet? Nee, ik heb het gewoon heel eerlijk gevraagd. Ze voor- en achternaam genoemd, uitgelegd. Dat ik voor een historische kwestie op zoek was naar hem. En zegt deze naam u iets? En niemand kende de man. Oh jongens, oké. Nou, het was een mooie reis, Floris. Nou, we zijn nog lang niet klaar, Jordi. Nee, we zijn nee, nog niet nee, van nee. elkaar af, zo gezegd. Nee. Laten we hopen dat we wellicht nog een tochtje richting Duitsland kunnen maken. Want ik wil het nu eigenlijk wel gewoon weten. Nou ja, ik ben hier natuurlijk, wil dit al jaren weten. En nu is er goed vaart in gekomen. En het belangrijkste is volgens mij wat jij ook al terecht zegt. Dit geeft natuurlijk wel een gezicht aan een onbekende oorlogsmisdadiger. Hij hoort natuurlijk echt in het rijtje notoire oorlogsmisdadigers met vuile handen op Nederlandse bodem. Toch altijd zeer onbekend gebleven. Nu weten we, je zou zelfs dus inderdaad nog een. Je zou bijna kunnen zeggen, je zou zijn leed kunnen kwantificeren. Wat echt wel heel apart is. Ja. Tot zijn kamp, tot het einde dat hij kampcommandant in kamp Amersfoort was. Dus maart 43 zijn er 325 mannen hier overleden door executie. Door ontbering, door mishandeling. Ja. Daar was hij verantwoordelijk voor. En vervolgens heeft hij dus, weten wij dus nu ook sinds kort, dat was nog totaal niet bekend, maar hij was dus ook daarna op het hoofdkantoor van de Sicherheitsdienst in Den Haag belast met de selectie van de nacht- en nebelgevallen. Dus mannen, verzetsmensen die vermoord moesten gaan worden, in dit geval in het kamp Natzweiler, in de Elzas. Ja. En daar hij deed die selecties. Dus dat zijn ook 300 mannen die hebben daar het leven gelaten. Die heeft hij dus hoofdpersoonlijk 600 mannen geselecteerd op transport laten zetten. Dus je kan echt, hoe raar dat ook klinkt, je kan dus van tenminste 625 oorlogsslachtoffers die het leven hebben gelaten zeggen dat hij daar een hele directe betrokkenheid bij had. Ja. En wat er dan precies met hem is gebeurd, dat zou mooi zijn als ze daar ook ooit nog achter komen. Maar daar hebben we nog twee opties voor openstaan. Twee plausibele opties. Maar voor beide valt wel wat te zeggen. We leggen ons erbij neer dat we geen antwoord krijgen. Na drie brieven aan de zoon van te hebben gestuurd, waarvan de laatste aangetekend. De enige persoon die volgens ons uitsluitsel kan geven. Want om het verhaal echt af te kunnen ronden, hebben we, hoe luguber ook, een lijk nodig. En DNA. En met name dat eerste is 80 jaar later een schier onmogelijke opgave. We monteren de laatste aflevering met een open einde in de hoop aflevering 7 te kunnen maken, met een tochtje naar Duitsland. Maar dan gebeurt het. In de ochtend van 14 oktober krijgt Floris een mail. Het is de zoon van Heinrich, die zich excuseert voor het late antwoord, want hij was enkele weken op vakantie. In Nederland, notabene. Hij wil weten waarom we hem willen spreken. In de brieven hebben we ons namelijk voorzichtig uitgedrukt. Een historische kwestie waarbij we op informatie zijn gestuurd over zijn ouders. Nu wil hij weten waarover het gaat en we besluiten er vol voor te gaan. In verschillende mails leggen we uit dat we alleen willen weten wat er met zijn vader is gebeurd na februari 1945. Hij mag Floris ook bellen als hij het lastig vindt over de mail. We leggen uit dat we misschien meer informatie voor hem hebben. Het blijft enkele uren stil. Floris van Dijk, goedemiddag. Ah zo, Herr Heinrich. Ja, wir haben gerade per E-Mail korrespondiert. Ja, vielen Dank, dass Sie mich anrufen jetzt.
Dat is ganz, ja, vielen Dank dafür. Es tut mir leid, dass wir uns auf diese Weise sozusagen treffen müssen, weil, wie schon gesagt, es betrifft nur eine historische Untersuchung. Ja. Und wir haben beim Untersuchung hier, sind wir auf Ihren Vater gestoßen. Mocht je een gek piepje horen op de achtergrond? Dat klopt. Dat is de printer in het kantoor van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. We tasten in het begin van het gesprek een beetje af. Wat weet hij wel? Wat weet hij van het oorlogsverleden van zijn vader? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. We leggen uit wat wij weten over zijn vader en wat we te weten zijn gekomen over zijn verdwijning. En het ongelofelijke blijkt dat zijn moeder nooit iets heeft gezegd. Mittlerweile seit 14 Jahren schon tot is. En sie hat sich die ganzen Jahrzehnte zu diesem Thema nicht geäußert. Nee. Dus details zijn hem niet bekend. Voorzichtig bieden we aan om te vertellen wat wij weten. En dan is de Zuid-Februar 1945 verschollen. Und wir haben also eine Untersuchung gemacht und wir haben zwei ziemlich überzeugende Szenarios. Und wie ich schon via den Mail mit Sie geteilt habe, einen davon ja. Ist Ihre eigene Mutter, Frau Johanna. Ja, Johanna Heinrich, ja. Ja, we leggen uit dat er twee scenario's zijn. We beginnen met het document uit 1965, waarin zijn moeder een verklaring aflegt. Wir haben aus 1965 eine Erklärung gefunden, worin sie gesagt hat, dass ihre Vater, also ihre Ehemann, dass er nach einer anderen Stadt geschickt wurde, Karlsbad in Tschechien. Also ja. Man sollte dahin geschickt sein. Und das haben wir auch schon untersucht und wir haben kein Grab oder so gefunden. Das könnte vielleicht meinen, dass er in einem anonymen Grab oder sowas liegt irgendwo da. Das andere Szenario, das einer uns mitgeteilt hat, ist von einem Sohn von einer Frau, die nach Deutschland gereist war in Februar 1945. Und es, sie hat also, sie sollte heiraten mit ihrem Vater. In het tweede scenario is het verhaal dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd. Het verhaal dat dus via zijn grootouders aan het Nederlandse meisje, de moeder van Werner, wordt verteld. Und die sollten dann gesagt haben, dass er schon verstorben war und irgendwo hier in Holland liegt. In 1945. Und naja, im Grunde genommen, es tut mir leid, das mitzuteilen, aber er sollte Selbstmord gepflegt haben. Das war ein anderer. Diese zweite Version ist ja ein bisschen abenteuerlich. Ein bisschen ein avontuurlich Verhaal, sagt er. Ihre eigene Mutter hat erklärt, er sollte, das Letzte, was sie gehört hat von ihrem Ehemann, war, dass er geschickt war nach Karlsbad. Das ist, was sie gesagt hat. Also, es tut mir leid, dass Sie das so auf diese Weise nach vielen Jahrzehnten noch. Es tut mir wirklich leid, Herr Heinrich, aber Sie können nicht dafür. Ist, das ist historische Forschung, das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Ich hatte Ihnen ja geschrieben. De heer Heinrich is vriendelijk en legt rustig uit dat hij in zijn jonge jaren zelf onderzoek heeft gedaan. Hij heeft het moeilijk gehad om vaderloos op te groeien. Hij heeft veel gelezen over het nationaal socialisme. En dan is er een moment in je leven dat je het een plekje hebt gegeven en het laat rusten. Mijn altersgenossen geteilt hebben. En irgendwann is der Moment dann gekommen, wo man sagt: Oké, dat is voorbij. Dat heeft in mijn leven jetzt nichts mehr zu tun. Ja, vielen Dank jedenfalls, Herr Heinrich. Vielen Dank. Für Ihre Forschung viel Erfolg weiterhin. Ja. Danke. Auf Wiedersehen. Ja, guten Zeit. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Het gesprek met de zoon van Heinrich duurt ongeveer 10 minuten. We zijn bewust niet op details ingegaan, maar hebben het aanbod gedaan om hem daarvan te voorzien. De zoon van Walter Heinrich heeft decennia geworsteld met zijn familiegeschiedenis, met opgroeien zonder vader. Hij heeft dat een plek kunnen geven. Net als Werner heeft hij zijn biologische vader nooit gekend. In zeker opzicht maakt dat ook hem een oorlogsgetroffene. In een omgeving waar niet werd gesproken over de Tweede Wereldoorlog. Hoe het ook zij,
We hadden de hoop om definitief uitsluitsel te krijgen uit de mond van de zoon van Walter Heinrich. Maar het wrange is dat wij meer nieuws voor hem hebben dan andersom. En dus weten we niet wat er exact met Walter Heinrich is gebeurd. Hij is aan straf ontkomen, dat is zeker. Maar hoe? Heeft hij een eind gemaakt aan zijn leven? Verstrikt geraakt in idealistische of privébelangen? Of is hij gepakt of omgekomen in Karlsbad? We weten het niet. Beide opties klinken plausibel. Maar beide opties hebben ook iets vreemds. Wat wel vaststaat, we hebben een wrede oorlogsmisdadiger met vuile handen op Nederlands grondgebied een gezicht gegeven. Alleen het laatste kruimeltje ontbreekt. En dit is dan het einde van de podcast De Verdwenen SS'er. We hopen uiteraard ooit het antwoord op die ene vraag nog eens voor de volle 100% te kunnen vaststellen. Maar 80 jaar na die verschrikkelijke oorlog is dat wellicht ook wel ijdele hoop. Wil jij als eerste weten wanneer we alsnog informatie boven water krijgen over Walter Heinrich? Abonneer je dan op deze podcast. Deze podcast hebben wij, Jordi Hubers en Floris van Dijk, met veel plezier gemaakt. We zijn gelukkig met het feit dat we het leven van Walter Heinrich nog duidelijker in beeld hebben gekregen. Maar we zijn ook vastberaden om het verhaal rond te krijgen. Deze podcast is geproduceerd door I.O. voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wil jij meer weten over Kamp Amersfoort of Walter Heinrich? Bezoek dan het nieuwe ondergrondse museum over het voormalige concentratiekamp. De mixage en eindedit is gedaan door Frederik Middelhof van Podcast Guru. De muziek is gecomponeerd door Bauke Hennepman.